De orkaan José, die achter de verwoestende orkaan Irma aankomt, is gegroeid tot een orkaan van de derde categorie. Dat heeft het Amerikaanse Nationaal Orkaancentrum bekendgemaakt. De storm bereikt nu windsnelheden tot 195 km per uur en de verwachting is dat hij nog verder in kracht zal toenemen. De tropische storm José groeide woensdagavond uit tot een orkaan. Hij bevindt zich in de Atlantische Oceaan, ten oosten van het Caribisch gebied en koerst richting het westen. Naar schatting is José zaterdagavond in de buurt van Sint Maarten, maar volgens de berekeningen buigt hij ten noorden van de Bovenwindse eilanden af. De eilanden zijn nog amper begonnen aan het herstel van de verwoesting die orkaan Irma woensdag aanrichtte.